Ja, dan gaat Vynok ook nog evolueren, jongens. Nou, wat een feestje dit. Wat een feestje. Iedereen evolueert zo'n beetje naar zijn laatste variant. Tenminste, als de derde na laatste is. Dat denk ik wel. En deze heet High Knock. Waar is Nexomon? Rick, waar blijft Nexomon? Ik wil Nexomon. Vonden jullie Bowser's Fury niet leuk? Nexomon wordt echt nog wel gespeeld, jongens. Alleen misschien iets minder vaak. En hier is weer een nieuwe aflevering. Dus als je dit vet vindt, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Wij moeten naar het noorden. En voor degenen die niet weten wat Nexomon is, het lijkt op de vroegere Pokémon games, alleen dan iets mooier. En je hebt hier kistjes, goede toevoeging. En je kan ook hakken. En deze shards, die heb je nodig om cores te maken. En cores die maken je Nexomon sterker. We gaan eens even kijken wat hier is, jongens. Wat moeten we hier dan doen in het noorden? We moeten denk ik in ieder geval battelen. Oh nee, dat hoeft niet. Ja, maar ik wil wel battelen. Ik heb die XP nodig. Waza! Oh, gelijk tegen een water Nexomon. Heerlijk dit. Ik heb een vuur Nexomon, dus je snapt dat niet dat gewoon niet gaat werken. Gooi een elektrische storm. Waarom is deze Nexomon zo sterk? Hij heeft freaking 116 HP. Hou op! Ga weg! Goed zo. Deze lijkt op een Brion-Pokémon. Dit is level 32, jongens. Hou eens op, man. Oké, we gaan nu voor gras, Nexomon. Raksuma, doe je ding. Raksuma, jij mag tegen deze kleine zeemermin. Deze hebben echt superveel HP. Ja, ze zijn ook al level 32 natuurlijk. Ik heb op level 32 ook al lekker veel HP. En we gaan ze gewoon even op het gemakkie zo even lekker allemaal kapot maken. Oh, behalve deze. Oh nee. Dit is een wind Nexomon. Kon ik daar nou wel vuur Nexomon tegen gebruiken? Als het goed is wel. Ja, kijk. 49 HP damage. Nu moet ik alleen even zorgen dat ik wat sneller ben. Ik heb alleen maar langzame aanvallen. Oké, we gaan terug naar Raksuma. Tegen je Jelly Flux. Waarom ben jij zo goed, jongen? Waarom hebben jullie zulke goede Nexomon? Oké, hopelijk... Pak ik hem? Nee, ik pak hem niet in één keer. Oh, hij gaat weer wisselen. Naar een Vainglory. Sick. Uiteraard heeft hij weer een critical hit op mij. Tuurlijk, jongen. Pak hem aan, hoor. Pak hem aan, deze Vainglory. Het is not effective, maar hij sloopt me toch bekant. Oké, maar ik heb nog een backup Nexomon van normal type. Dat is Lioness. Lioness? Let's go. Bam! Maar dit is ook een baas, jongen. Super dikke leeuwen Nexomon. Hoppakee, en de volgende is kapot. Dan nog even deze Sorvian. Deze is gewoon een Lugia, jongen. Oké, XP voor mij. Voltaic gaat naar level 30. Nou, ik ga weer even terug even healen. En ik heb ook echt even items nodig. Gun me wat goede items. Ja, deze healing items die stellen niet zo heel veel voor, volgens mij. Nou, laat ik hem maar even 20 meenemen. Oké, ik ben er klaar voor. Oké, wat zit hier in het noorden, jongens? Dus even kijken. Oh, oké, die zijn allemaal bazige bazen. Edward is hier, die zegt dankjewel dat je er bent. Jullie alle vier. Jullie zullen wel bang zijn. Er zijn allerlei bizarre verhalen hier bij dit vervloekte torentje. Degenen die door zijn gegaan zijn helemaal gek geworden. Je moet wel heel stom zijn om mee te doen aan deze missie. Dude, ik ga gewoon meedoen. We gaan dit gewoon doen. Bonnie die zegt, ja, jullie moed zal niet worden vergeten. Ik kom hier gewoon uit, jongen. Ik kom hier gewoon uit. Er is een mysterieuze cult die zich schuilhoudt in deze toren. Nolan die is er ook bij. Die zeggen, hey, I ain't afraid of no ghost. Ik ben een ghostbuster, vriend. Let's go, broodjes. Ik ben alleen nog wel nieuwsgierig naar de wilde Nexomon hier. Kijk, we hebben hier gewoon Drifloon. Zouden we hier een vette nieuwe Nexomon kunnen vangen? Nou, tot nu toe ziet het allemaal nog niet echt heel tof uit eigenlijk. Weet je wat, we gaan gewoon lekker door. We gaan naar het noorden. Naar de enge spooktoren. What up, wie ben jij? Nee, jou wil ik ook niet. Dit is wel een grappig kippetje. Ja, en hier heb ik dus wel weer vuur Nexomon voor nodig. Jemig, te pemig, man. Deze Nexomon gaan hier helemaal los. Oh, ik wou hem vangen. Nou, dat gebeurt dus niet. Helaas. Oké, laten we even battelen met deze chick. Gun mij al je XP. Hoe is dit trouwens een flying type? En hoe nak je mij zo hard? Dit is niet normaal. Wat is dit? Een Globlop. Oké, eerlijk. Deze Globlop ziet er wel episch uit. Wat een baas. Globlop, ik kom je halen. Ik ga even recoveren trouwens. Daarmee heal ik elke beurt een klein beetje. Kijk, dat is lekker. Let's go, pak die Globlop. Maak Globlop helemaal kapot op. Oh, hij healt zichzelf ook. Nee, dat is niet eerlijk. Alleen ik mag healen. Niet jij, jongen. Globlop is weg. Globlop was wel episch. Wat is dit? Een Antarzen. Antarzen die geeft me aardige harde klappies trouwens. Dat is niet chill, Antarzen. Wil je daarmee stoppen? Oh, deze moeten we kunnen hebben, denk ik. Deze Bold Gran. Let's go. Icy Flakes. Bevries die gast even. Deze is ook wel cool, man. Ik vind de designs van Nexomon echt heel cool. De designers hebben echt goed werk gedaan in deze game. Heel nice. Ja, Boldrop is ook dood, of hoe die ook heette. Dan nu nog de Yarnesty. Ja, Yarnesty is wel sick goed. Oh, we hebben hem wel bevroren. Dat is heel nice. Dan kunnen we Zullen we hem even kapot proberen te maken? Ja, scratchen en klaar is Kees. Dan hebben we alleen deze nog, Antarzen. En Lioness, die mag hem even gaan pakken. Kijk dat ijs ook wat uit zijn lichaam komt, jongen. Helemaal gek. Lekker bezig, jongen. Ondertussen gaat Voltaic al naar 31. High Knock gaat naar 37. En dit was een lekker battletje. Oh, moeten we hun allemaal verslaan of zo? Anyway, dit zijn steentjes waar je bij kan healen. Dus nu zijn Alba Nexamon weer full HP. En we zijn in het noorden aangekomen. En hier vinden wij... Ja, wie is dit ook alweer? Is dit... Dit is toch niet Atlanta? Wie is dit? Deze persoon zegt... Ik zie dat jullie zijn hersteld van de val. Atlas die rent keihard weg en Coco vraagt: Atlas, wat is er dan? Ja, hij zegt: ik kom later wel terug, doei, mazzel. Oh, oké. Blijkbaar heeft Atlas slechte herinneringen aan deze persoon. Dit is Marida. Oh, dit is de 5e kind van de koning Omicron. Dit is de tyrant van de zeeën. En de beste volleybalspeler in de wereld. Het is geen grap, het staat er echt. En Coco vraagt, dus jij bent Dina's zus. En Marina zegt al, ja, ik weet wat je van me wilt. En ik ga het echt wel aan je geven. Maar mijn kracht heeft een prijs. Je moet iets voor me doen als je wil. Oké, wat moeten we doen? Moeten we deze toren in? Deze toren was het huis van de kinderen van Omicron. Oké. We moeten degenen die hier binnen zijn, hieruit weg verdrijven. En dan krijgen we de kracht van Marida. Hé, ben je weer terug, Atlas Boy? Waarom was je zo bang? Hij was bang voor spoken, zei hij. Oké, laten we naar binnen gaan. Nou ben ik heel benieuwd wat voor type Nexamonnen hier in dit gebouwtje zijn. Dit is de tombe. Oh, de tombe van Omicron. Wat vet. Omicron is de allersterkste Nexamon die er ooit bestaan heeft, maar die is nu dood. En nu zijn allemaal andere Nexamon aan het vechten om de plek van Omicron in te nemen. Oké, wat gebeurt hier? Nolan is verslagen, zo te zien. Oké, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ik moet tegen een spook Nexamon. En water, psychic en vuur Nexamon zijn goed tegen spoken. Nou, laat ik het eerst maar even proberen met Raksuma. Even kijken wat Raksuma kan. Let's go. Lekker bezig. Het gaat vrij aardig. Ik ga ook even... Oh, ik ga wel even zeggen. Ik ga ook even recoveren met Raksuma. Maar deze klappen doen toch wel aardig pijn. Let's go. Let's go. Pak hem. Ah, bijna. Bijna. Ik ben wel vaak sneller met mijn aanvallen. Dus de eerste is kapot. Het wordt tijd om te switchen naar mijn epische Bombergrof. Raw. Let's go, Bombergrof. Pak hem. Oeh, 52 HP damage. En dit is een Goat Lanch. Ziet er ook sick uit, Goat Lanch. Ja... Kijk die ketenen, jongen. Goat Lanch, je bent iets te goed bezig. Ik vind het niet meer chill. Wil je stoppen? Tijd om even te wisselen naar Lioness. Let's go. Ja, lekker aanvalletje. Wow, kijk deze Bulligan. Dit is gewoon een bodybuilder, man. Doe normaal. Een bodybuilding stier, man. Hou op. Hij is me wel aan het slopen. Dan is het tijd voor mijn sterkste Nexamon, High Knock. Kom op, pak hem aan, pak hem aan. Pak die Bulligan. Ja, lekker. En nog een keer. Heerlijk. Doei, Bulligan. Wat krijgen we nu? Oh, wow. Reptomotor. Wat sick. Het is tijd voor Orgot. Oh, hij gaat zichzelf gelijk healen. 100 HP erbij. Wat? Oké, let's go. Wij gaan voor Sandstorm. Ik wil hem confusen. Oké, ik heb hem ook geconfused. Lekker, dan gaan we nu keihard drillen. Ja, dit is weer minder chill, want deze Nexamon is weer goed tegen mijn Orgot. We blijven wisselen, jongens. Volnemik nu. Mijn epische elektrische draak. Let's go. Pak hem hard. Plasma Star. Ja, lekker. Oh, dit gaat maar net goed. Ja, hij is weg. Kijk hoe zwaar mijn Nexamon het hebben, jongen. Iedereen is bijna kapot. Kom op, Orgot. Oef. Sandstorm. Confuse hem. Hij is confused. Nu. Drill. Maar ja, hij raakt zichzelf. Lekker. Oké dan. Lekker gedaan, team. Iedereen in mijn team heeft een bijdrage gehad. Iedereen in mijn team was lekker bezig. En de Raksuma gaat naar 33. En Volnemik naar 32. Orgot naar 31. Ja, dit is top. Ik hoop wel dat ik mag healen nu even. Want heel mijn team is kapot. Ja, Volnemik gaat evolueren. Ja, dit wordt zo'n vette Nexamon. Dit is denk ik mijn favoriete Nexamon, jongen. Voltaic. Zo ontzettend cool. I love him. Oh, wat een baas. Oké. Ze zijn weg. En Nolan die zegt... Ah, je bent pas gekomen toen ik bijna al het werk al had gedaan. Nolan, niet zo stoer doen. Net zat je te smeken om mijn hulp. En nu ga je zeggen van... Hé, ik heb lekker alles al gedaan. Ik ben de allerbeste. Blablabla. Hou je mond, man. Oké, eerst even terug. Even healen. Super chill dat hier buiten zo'n healing stone staat. En door. Oh, hier zijn ook nog wilde Nexo's, joh. Nee, ik hoef niet tegen wilde Nexo's. Let's go. Oké, wat gaat er hier gebeuren? Oké, deze is wel grappig. Zullen we deze proberen te vangen? Even kijken of het lukt. Zou leuk zijn. Oké, hij is al dood. Laat maar. Go, 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 go. Waar gaan we naartoe? Oh. Oh, wat gebeurt er? Ja hoor. Wie zijn dit dan? We ontmoeten elkaar opnieuw, Rickachu. Mijn sterfelijke vijand. Nu zal ik je verdrijven. Uitroeien. Oké, man. Oh, ze springen zichzelf kapot. Ze hebben hun botten gebroken. Lekker bezig, gasten. Oké, doei. Dit is zo grappig. Oké, later. Hier zien we de ultieme hersennexomon. Die we bijna in één keer kapot maken. Maar die we natuurlijk ook gaan proberen te vangen. Let's go, let's go. Mogen we je gelijk in één keer vangen? Het zou chill zijn. Lekker. Nice. Hersen-inktvis octopus ding. Ziet er wel grappig uit, maar je gaat niet in mijn team, jongen. Ik heb super vette Nexomon. Oké, we gaan door. Dit is zo te zien waar we moeten zijn. Iedereen is hier al, de hele party is bij elkaar. Yo man, what up guys? Wat zijn jullie aan het doen? Zijn jullie donuts aan het eten of zo? What's happening? Bonnie zegt, die mensen die hier waren, die hebben geprobeerd om Omicron tot leven te wekken weer. Ja, dat is niet chill. Laten we niet hopen dat Omicron hier is. Alright, let's go. We gaan door de poort. En wat bevindt zich achter de poort? Een hoop chaos, denk ik. Ik wil eigenlijk eerst naar links. Ik zag daar een kistie. Ja, nice. We kunnen hier naartoe. Worden lastiggevallen door bijen. Kunnen we die in één keer slopen? Nee, helaas niet. Die kunnen we wel in twee keer slopen. Krijgen we weer wat XP. Super chill. Go, 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 kistje. We hebben een Monica companion. Ja, die ga ik wel even aanzetten. Want dit is ook een hele leuke Nexomon. Niet dat je hier iets mee opschiet. Maar ik heb wel goede herinneringen aan Monica. Die hebben we op een gegeven moment ook in het team gebruikt. En die was best wel goed. Oké, kijken of hier aan de andere kant nog wat ligt. Yo, dit is Riffa. Ja, die ga ik ook wel even proberen te vangen. Die ziet er best wel cool uit. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ah, nee! Riffa is mijn Nexomon helemaal kapot aan het maken, joh. Kom eens even normaal doen, alsjeblieft. Kom maar gewoon. Kom maar. Juist, lekker. Ik dacht even dat dit fout ging, jongens. We kunnen hier overheen springen. Oh, kijk. Oh, helemaal niks. Ik dacht dat hier een healingsteen stond, maar dit hier is letterlijk helemaal niks. Yo, wat is dit dan? Een streammol? Die wil ik ook hebben. Die is vet. Ik wil ze sowieso allemaal hebben, jongen. Gotta catch them all, je weet zelf. Je bent een echte trainer of je bent het niet. Ah, pak hem. Ah, nee. Oké, volgende poging. Kom op, kom, 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 kom. Ja. Deze vind ik wel grappig. Alleen mijn sterkste Nexomon is letterlijk een watertype. En dit is ook een watertype. Maar ja, hij is wel leuk. Oké, laten we kijken of hier de final battle is. Ja, dit ziet er wel uit als een final battle kamertje. Bonnie zegt Rickachu, Rickachu. De anderen zijn al vooruit. Die zijn tegen de cultleaders aan het vechten. Je moet ze helpen. Ik heb genoeg om je party te healen, maar alleen maar één keer. Dus als we een break nodig hebben, dan moeten we even naar haar toe lopen. Oké, dat is goed. Het is nu nog niet nodig. Oké, waar is iedereen? Waar is iedereen? Hallo? Kistje. Wow. Oké, dit ziet eruit als een vuurbattle die we gaan hebben. Ik heb precies een grasnexomon als eerste staan, dus dat is niet chill. Ja, zij willen Omicron dus weer terug gaan brengen. Oh, jongen. Hij zegt, ja, nu kan je er lekker niet meer door. Ja, ik kan er zeker wel door. Kijk maar, ik kan er gewoon weghalen, jongen. We denk je, Wendy, dat je bent. Ben je al bang? Ja, het is wel jammer dat ik Raksuma nu op de eerste plek heb staan. Daar hadden we eigenlijk deze High Knock neer moeten zetten. En met High Knock ga ik als eerste recover doen, zodat ik elke beurt gewoon 10 HP terugkrijg. Dat kan ik goed gebruiken. En dan ga ik gewoon rustig aan proberen deze vuurnexomon te slopen. Oké, deze gaan wij denk ik niet slopen. Hij switcht namelijk naar een... Ja, ik weet niet wat dit is, maar... dit ziet eruit als een mobiele telefoon gekruisigd met internetkabels en een koelkast. Doe jij anders ook even recover? Kijk, heel nice. Oké, cool. Yo, maar jij bent veel te sterk. Wat is die allemaal aan het doen, joh? Kijk hoe harde klappen die geeft. Hou op. Ik ben nu ook gewoon stunt, hè. Hou eens op. Ik vind het niet meer leuk. Wil je even kappen met deze ongein? Ik weet niet, ik snap dat ik je net beledigd heb. Maar je doet echt een beetje te stoer nu. Tijd voor een potion. Oké, hij switcht weer terug naar zijn vuurnexo. Dan switch ik ook gewoon weer terug naar mijn waternexo. En dan ga ik gewoon flakes op hem gooien. Hoppakee, wegwezen met je Sun Knight. Ja, deze is wel echt sick. Oké, Raksuma. Poging 2. We moeten deze combinatie van elektronische apparaten gewoon even keihard gaan pakken nu. Let's go. Bullet ziet er bovenop. 52 HP damage. Heerlijk. Doe maar nog een keer. Lekker. Heel goed. Oké, weer een vuurnexo. Deze is wel heel cool. Inburian is wel echt heel nice. Kijk hoe die eruit ziet. Dit is wel een van de coolere designs, denk ik. Ik ga even recoveren. Krijgen we 4 keer 10 HP terug. En dan gaan we weer water op hem gooien. Hey. Meer water erbovenop. Hij heeft nog 3 HP over. En klaar is Henk. Hoppa. Wat heb je nog meer? Je hebt een Normaltype. Een Skonkwet. Helemaal gek, joh. Wat een gekke Nexomon. Ziet er echt heel boos uit, deze. Ik heb hem bevroren, dus dit gaat hartstikke goed. Oeh, ik mis hem alleen wel nu. Dat is jammer. In de tussentijd gaan we maar even recoveren, denk ik. Ja, hij kan alweer vechten. Oh, ik ben demotivated. Dat is heel naar. Dat betekent dat mijn Nexomon er soms even geen zin in heeft om een aanval te doen. Wat een lelijkheid. Een soort van vuurhond met Dracula-tanden. Wat? Hou op. Jeetje, Lumeri. Dat is de evolutie van Lume, denk ik. Lume is wel heel cool, maar deze is echt super weird. Pak hem! Oeh, dit was een hardklappen, jongen. Voltaic gaat al naar 33. En deze guys zijn allemaal down. Zo doen we dat. Spook van Fenrir, die zegt... Ja, je moet niet zo bescheiden zijn, Rickachu. Je zou denken dat ik het eens zou zijn met deze cultix... om mijn vader Omicron terug te brengen. Maar nee. Wat de wereld nu nodig heeft... is iets wat mijn vader Omicron nooit had. Oh, hij spreekt nu even Atlas aan. Oké. Vendrier geeft niks om mensen, zegt hij. Maar deze crisis gaat verder dan alleen mensen. Hij vindt tyrants ook stom. En Vendrier zegt... Er is wel één waardige tyrant die de troon kan pakken. En die zit in ons ei. Wij hebben de waardige tyrant die de troon mag pakken. Vendrier zegt, ja, dat zal je wel begrijpen als het ei uiteindelijk uitkomt. Wat vet! Ja! Wel een goede vraag die Coco nu stelt. Waar komt dat ei eigenlijk vandaan? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Niemand weet het. Ik heb hem gekregen van mijn mentor. Dat is het enige wat ik weet. Wat is het mysterie van het ei? En wat zijn we aan het doen hier in de tempel van Omicron? Daar komen we achter in de volgende aflevering. Doe snel dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!